Goedemorgen. Ik ben even ontbijt aan het maken, want we gaan zo naar de IJsselcentrale. De IJsselcentrale wordt namelijk opgeblazen. Ja, en dat is iets heel erg unieks. Het schijnt ook heel erg druk te worden. Er staan twee grote fabriekspijpen, zeg maar, en die gaan ze met springstof. Gaan ze dat zo meteen laten exploderen. Dus ik ga nu eventjes het ontbijt klaarmaken. Dan gaan we gauw eten en dan gaan we naar de toer. Stan heeft zijn vriend te logeren. Dus Stan en Mika die gaan dan mee daarheen. En ik hoop dat Stan eruit komt. Ja, en het belooft nogal druk te worden. Dus een beetje op tijd te zijn. En het is echt vannacht, het is de hele nacht geregend. Dus het is vrij nat buiten, maar zo te zien is het nu droog. Dus hopelijk blijft het droog. Ik ga even opschieten. Ik heb zo'n bij door bed gebracht. Oeh, het viel al bijna over. Zo, ga eten. Zit de fit. De IJsselcentrale is achter mij daar. Zie je? De pijpen. Er zijn heel veel mensen heen. En de kids achter mij. Daar staat hij nog. Er gaan nu wel allemaal mensen heen. Het is een beetje motregen, voor de rest valt het gelukkig mee. Als het zo blijft, is mooi. Die gaan er zo af. Het is hier bijna stil. Er zijn zoveel mensen en het is gewoon stil. Het is daar. Allemaal mensen. Ja, mensen allemaal voor niks, is het volgende week. Ik ga daar staan. Het is wel akelig stil ook. Ja, je gaat ook geen stad zijn, hè? Nee. Bootjes die niet. Oh ja, daar liggen een paar bootjes ook, ja. En zometeen krijg ik een paar brokstukken in hun boot. Ik weet niet hoe ver het gaat, maar... Ja, ze maken dat zo dat het naar beneden gaat. Straks, ja. Zo had je wel eens op televisie. Ja, ik heb het gezien. Dat is gewoon een flatgebouw ergens tussen uithalen. Dat zegt de techniek. Ja, dat zijn specialistische mensen. Zo, ik ga jullie even schoonpoetsen zo. Dan zien jullie niks.
Oh, een toeter. Nou, dat zal het gaan gebeuren. Ik ben bang om te schrikken. Ja. Wow. Oh. Wow. Check dit. Dit is echt gek. Al die mensen die komen nu allemaal weer terug. Ze zijn weg. Het is triest. Heel snel. Alle mensen gaan nu weer naar huis. Waar waren ze? Ik zag inderdaad dat er een hoop mensen stonden, maar als je dan nu alles naar huis ziet lopen, je kunt ze niet eens tellen. En volgens mij is het echt heel Zwolle leeggelopen. Er zijn 500 MB. Echt heel veel. Er komen nog een heleboel mensen aan. Zo. Kun je het zien? Ik weet niet of je het kunt zien. Ik zie namelijk niks meer door mijn brillenglazen, maar die stenen liggen ernaast. Ik denk ik fiets om, dan is het niet zo druk. Het is daar ook hartstikke druk. Er stond daar net iemand van Pauwnet, die vroeg aan die mensen van... Ja, er zijn hier zoveel mensen. Is er nooit wat te doen in Zwolle of zo? Ja. Ik ben weer thuis van de IJsselcentrale. Ik ben mijn haren zich kleren nat. Ik heb nu gewoon koude rillingen, terwijl ik een regenpak aan had. En natuurlijk, het is nu gewoon droog. Heel jammer. Gelukkig kon deze camera er tegen die regen, want anders had ik een probleem gehad. Ik had mijn gewone camera ook meegenomen, maar die was gewoon kapot gegaan als ik daarmee had gefilmd. Er stonden wel een aantal mensen van de tv. Ik denk van TV Oost. Maar ja, dit is gewoon, die mensen die snappen dat niet. Gewoon als jij, ik ben natuurlijk niet in Zwolle geboren, maar ik woon hier al wel 20 jaar. En dit is wel een onderdeel van Zwolle. Dat is gewoon, dat bestaat al zo lang. Ja, dat is het uitzicht altijd geweest van Zwolle Zuid. Het zicht van Hattem op Zwolle. Dat ding, dat staat symbool en dat wordt opeens voor dat gewoon weggehaald. Dat is gewoon heel raar. Dus als je hier niet woont en niet vandaan komt, dan weet je dat niet. En dan doet je dat niks. Dus, maar het was gewoon heel erg raar. Heel raar dat het gewoon dan weggaat. En ze gaan nu verder met de sloop. De rest van het gebouw gaat ook helemaal weg. Ja, dus we zullen zien. Ik zal nog wel een keertje teruggaan als ze bezig zijn met de sloop.
bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer. Wel rust allemaal.